We hebben, zoals misschien bij sommigen bekend, twee leuke mopshondjes. En die hebben we al ruim 5 jaar. En beide beestjes zijn 7 jaar oud. En we zorgen er goed voor, dat spreekt vanzelf. En we geven ze dan ook een speciaal vast rantsoen. En een onderdeel van dat dagelijkse rantsoen, ze krijgen 2 maal per dag eten, dat is Caesar Classic. Caesar Classic is een van de Caesar producten, er zijn er verschillende andere, maar Caesar Classic, dat is hetgeen waar wij onze mopjes zeer goed mee laten gedijen. En wat wil nou het geval? We hebben hier natuurlijk in Hogerheide, niet ver hier vandaan, plotseling een prachtige, een nieuwe Albert Heijn vestiging gekregen, waar we voorheen ook altijd al klant waren toen ze nog op een andere locatie waren. En we zijn nu uiteraard weer meegegaan en blij met zo'n prachtige mooie winkel. Maar ze missen één ding. We kunnen daar geen Caesar Classic vinden. En dat verdriet ons zeer, want dat betekent dat we voor die Caesar Classic een eindje verderop moeten zijn bij een supermarktvestiging van Jumbo, eveneens in Hogerheide dus. Nu is het wel heel raar dat je al je boodschappen dus doet bij die Albert Heijn vestiging op het Haviksplein in Hogerheide en dat je dan alleen voor die Caesar Classic naar een andere supermarkt moet. Dus, wat deden we? We hebben de manager aangesproken daar van dat Albert Heijn filiaal en vertelde hem, man, moet je eens luisteren. Wij willen eigenlijk toch heel graag al onze boodschappen hier doen. Kun je er nu niet voor zorgen dat naast die andere Caesar producten die jullie toch al in het schap hebben, nu ook dat ene toevoegt, de Caesar Classic. De man beloofde dat hij daarvoor zijn best zou doen. En iedere week wanneer we daar kwamen, keken we in het vak bij het hondenvoer, maar troffen nog steeds geen Caesar Classic aan. We vroegen het hem opnieuw en we spraken hem haar verschillende keren op aan. Hij zegt, ja, moet je luisteren. Ik heb dat ook niet allemaal voor het zeggen, want dat wordt in het, ja, ergens in het hoofdkantoor, bij het computercentrum wordt dat bepaald welke producten hier in deze vestiging allemaal verkocht kunnen worden. We dachten, dat is toch eigenlijk onzin, want wat is er nou toch tegen om ook dat ene product Caesar Classic in de schappen te zetten? Blijkbaar is dat niet zo eenvoudig, dus wat deden we? We hebben ten lange leste Albert Heijn vestiging direct zelf benaderd in een soort chat sessie met een of andere medewerker daar en haar proberen uit te leggen wat we bedoelden. Het viel nog niet mee, want we denken dat die juffrouw daar aan de andere kant van die chatlijn ook niet helemaal bekend was met hoe het daar allemaal werkt en rijlt en zeilt. Dus we zitten nog steeds te wachten op onze Caesar Classic bij Albert Heijn. En, maar nou vandaag gingen we dus weer om onze om de hoeveelheid Caesar die we nodig hebben voor de hondjes. En dan gingen we dus naar Jumbo, zoals ze dat heette. En wat zagen we daar op de muur staan? Jumbo, de 7 zekerheden. En er stond met grote letters geschreven voor al uw boodschappen. Mist u iets? Laat het weten. Wij zorgen dat het voortaan in huis is. Vraag naar de spelregels. Nou, ja, kijk, dat hoeven we daar niet te doen, want wat wij zoeken, dat hebben ze daar natuurlijk al. Maar we zouden toch eigenlijk wel willen, en ja, dat, sorry voor Jumbo, maar dat ook die Albert Heijn vestiging op die Haviksberg dat ook in het schap zou hebben. Dan hoeven we voortaan niet meer te verkassen met onze boodschappen. Maar kennelijk is het toch heel erg moeilijk. Dus we blijven, ondanks het feit dat we natuurlijk de hoop nog lang niet hebben opgegeven, blijven we toch iedere week maar even kijken of het toch niet in de schappen is komen staan. Maar ja, het is allemaal geen wereldprobleem, dat weten we natuurlijk ook wel. Maar we wilden het toch maar eens even aan de orde stellen om daarbij aan te geven dat niet alle Albert Heijn vestigingen hetzelfde assortiment hebben en daarvoor afhankelijk zijn van, ja, van ergens hoogop waar alles wordt geregeld met de diverse vestigingen en de franchise-nemers die zich in dienst hebben gesteld van de Albert Heijn winkels. Dat was het maar even, maar u zult misschien zeggen, man, wat ben je toch aan het zeuren als je nou alles en van alles en nog wat in zo'n winkelparadijs kunt vinden, waarom ga je dan nou net op dat ene product liggen mekkeren? Ja, zo is het leven nou eenmaal, dus u moet maar zo denken
dat hoort er ook allemaal bij. Maar mochten we het vandaag of morgen nog eens een keer tegenkomen, dan zullen we dat zeer zeker laten weten, als het u tenminste zou kunnen mogen interesseren. Dank u wel.